Al bijna een maand is hij PSV'er. Hij ging al mee op trainingskamp naar Amerika, maar de fans hebben Maximiliano Romero nog steeds niet in het echt gezien. En daar komt zometeen verandering in. Verslaggever Joost van Erp die staat op het Philipsstadion op het veld daar. Nou Joost, zometeen dan eindelijk de lang verwachte presentatie, hè? Zo kun je het inderdaad wel zeggen, want Romero werd al eind december door PSV vastgelegd. Toen werd bekend dat hij tot 2023 voor PSV gaat voetballen. Maar hij is nog steeds niet in actie gekomen voor de club. Ze hebben nog steeds niet gezien, die jongen. Zometeen is het echt de eerste keer dat de fans het Argentijnse superster gaan zien van zeer dichtbij. Ja, Romero heeft nog niet gespeeld omdat hij een lichte blessure heeft aan zijn bovenbeen. Verwacht je dat hij zondag in actie komt als de tweede helft van de competitie begint? Dat denk ik niet en dat heeft met een aantal zaken te maken. Maar de belangrijkste reden is dat PSV geen enkel risico neemt met deze voetballer. Wat ik zei, ze hebben hem gecontracteerd tot 2023. Maar het komende half jaar huurt PSV Romero van zijn club. Een half jaar om te wennen in Nederland, om kennis te maken met de cultuur hier, om wat te acclimatiseren. Dus ja, PSV gaat zeker geen onnodige risico's met deze speler, waar heel veel van wordt verwacht. Ja, die risico's gaan ze zeker niet met hem lopen. Dus nee, bij ook maar enige twijfel zal hij zeker niet gaan spelen komende zondag. Maar een van de komende weken, een van de komende maanden, absoluut zeker wel. De presentatie van Romero gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie van PSV. We zien de voorbereidingen daar achter jou. Valt daar nog iets nieuws te verwachten? Dat zal het even afwachten bij dat soort bijeenkomsten. Er zullen een aantal toespraken zijn van een aantal belangrijke mensen binnen PSV. Natuurlijk de presentatie van Romero is er. Ja, zodra er nieuws is, echt de belangrijkste tip, check onze site en onze app. Want daar lees je het uiteraard heel snel.